Ja, we hebben Vian van der Bos vermomd. Om haar grootste fan te kunnen pranken. Ik ben rete benieuwd of dit... Lelijk, hè? Zo lelijk. Oh, en dan ook zo... Onherkenbaar. Zo ben ik toch onherkenbaar? Ja. Nou, andere kleren aan nog, dadelijk. Als de meiden me nu gaan herkennen, dan weet ik het ook niet meer. Volgens mij is dit echt een goede vermomming. En onze eigen Jasper van het Betreden op Eigen Risico team zal als zogenaamde medewerker van de musical de dames naar binnen lokken. En daar is Kaylee. Mooi in het roze. Of fuchsia of zo. Hoi. Wat zijn jullie aan het doen vandaag? Gewoon rondkijken. Ja. Oké, want we gaan hier binnen straks een spannende quiz spelen. Waarmee je dus kans maakt op prijzen. En ik zoek nog 3 kandidaten. Hebben jullie zoiets van, nou ja, wij doen alle 2 mee? Ja, goed. Ja? Dan gaan we het theater in, denk ik. Zo. Die is binnen. Ze zou ook gek zijn als Kaylee deze kans laat liggen. Fayenne, the stage is all yours. Yo. Nou, ready. Kaylee is nu al in spanning. Nog even snel haar Fayenne van der Bos kennis doornemen. Want ja, je bent natuurlijk superfan van Fayenne. En dan moet de quiz een eitje zijn. Nou ja, een nepquiz. Maar de derde kandidaat is ook wel goed hoor. Zal Kaylee van Jen herkennen? Nee, ze heeft nog niets door. Dit gaat goed. Ik heb vragen, 5 vragen. Het is natuurlijk de vraag wie weet er het meeste van On Your Feet. Oké, vraag 1. De kenmerkende muziek in On Your Feet is van een bekende zangeres. Van wie? Gloria. Gloria Estefan. Ja, dat is het goede antwoord. Het is 1 punt voor Rachel. Vraag 2 dan. Hoofdrolspeelster Fayenne van der Bos speelde eerder in verschillende andere musicals. Noem er 3. Ik heb het niet goed gehoord. Maar ik... Ja. Ik zeg Droomvlucht. Grease en Sound of Music. Ja, ik heb ze alle 3 op mijn kaart staan. Wist je het ook? Ja. Zij weet alles. Maar ja, onze quizmaster heeft een voorkeur voor onze vermomde Fayenne natuurlijk. Ik heb een muziekfragment. Komt-ie. Spaans temperament wil ik zien. Ja, krijg jij deze punt van ons. Ja. Eindelijk 1 puntje voor Kaylee. Maar ze staat wel vet achter en ziet de prijs al aan haar bezweten neus voorbij gaan. Welke mannelijke acteurs spelen de hoofdrol in deze musical? Jim Bakker met Tom Cruise. Het is goed. Ja, we hebben nog een vraag. Ja, we maken hem maar gewoon af. Maar ja, het is wel voor de eer, hè? Ik heb toch al gewonnen. Daarom. Het komt... Oké. Arme Kaylee. Wat gaat er door haar hoofd heen? Hoe heet de man van Gloria... Ja, dan was jij als eerste. Emilio Estefan. Emilio Estefan, Emilio. Ja, dat is het goede antwoord. En dat betekent dat we aan een einde zijn gekomen van deze quiz. En dat er een winnaar is. Rachel, mag ik jou feliciteren? Ja. Nou, zal ik jullie even... Ja. Hadden jullie het een beetje door? Nee, ik zag het net. Heb je net gezien? Yes! Yes! Oh, gelukkig! Ik zag jou al kijken en ik dacht nee. En ik dacht ik moest zo min mogelijk zeggen. Maar je had het dus niet door? Nee. Op het einde pas? Ja. Ook erg zo. Ik heb wel een verrassing voor jullie. Zouden jullie het leuk vinden om vanavond de show te kijken hier naar On Your Feet? Ja. Ja? Zou je dat leuk vinden?
Gelukkig. Oh, dat vind ik geweldig. Ja, vind je dat leuk? Ja. Goed zo. Ik moet nog even. Ik heb gewoon al die tijd van ons vertrouwen. Hey jij daar. Check snel de volgende video. En vergeet niet te abonneren. Check je later.